Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag heel excited om deze video te maken, omdat het een video is die ik zelf graag kijk. En vandaag stond ik op het punt om naar de gym te vertrekken. Ik heb mijn kleren al aan en ik dacht, waarom neem ik geen What's in my gym bag op? Ik ben zelf een persoon die heel graag kijkt naar What's in my school bag, What's in my makeup bag, allerhande bag video's. Ik vind dat heel leuk en heel interessant om te kijken naar wat mensen eigenlijk allemaal mee hebben, omdat dat misschien ook op een of andere manier inspiratie kan bieden. En vandaag zag ik mijn gymbag en ik dacht, laat ik tonen aan mijn volgers, mijn abonnees, wat er allemaal in zit. Zodat jullie kunnen weten wat ik meeneem als ik naar de gym ga. En ja, zoals je ziet is hij heel goed gevuld. Ik ben iemand die heel graag heel veel dingen meeneemt. Laten we beginnen met de gymbag itself. Dit is de bag, dat is mijn gymtas. Deze is van Anytime Fitness, dat is de fitness waar ik momenteel naartoe ga. Ze hadden op een bepaald moment een spaaractie en ik had heel veel punten en ik had een kortingsbon gewonnen, gespaard. En door die kortingsbon kon ik een heel leuk pakketje krijgen. Dus ik heb deze tas ontvangen. Ook een trui van de gym, een t-shirt en ik denk ook nog iets van een beker of zo. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik ben hier heel blij mee, want het is echt super praktisch. But let's get into the bag. Dus allereerst hebben we hier een pouch. Dus die ga ik even open doen. Ik weet eigenlijk niet of daar iets in zit. In deze pouch zit normaal gezien mijn mondmasker, omdat we nog steeds met een mondmasker moeten trainen. Dus als we rondlopen, moeten we dat opzetten. Maar dat zit hier nu niet in, omdat ik nog een nieuw moet nemen. En hier zit ook apparently een maandverband in, because you'll never know. Als volgt ga ik hier gewoon een aantal random dingen uitnemen. Dus als eerste hebben we mijn koptelefoon. Deze is van Fresh & Revel. Het is een rode, ook al erg versleten koptelefoon. Ook de ingang, dus de AUX-ingang, werkt niet meer. Ik kan hem enkel nog met Bluetooth verbinden. En ook het plusknopje hier is ook kapot. Dus, maar hij werkt nog. Ik ben blij dat hij nog werkt. En zolang dat er nog geluid uitkomt, ga ik hem blijven gebruiken. Maar deze is wel heel goed. Ik vind dat leuk als ik in de gym gewoon koptelefoon kan opzetten. En helemaal afgezonderd te gaan zijn van de wereld. En ja. Wat ik ook heel irritant vind in de fitness, is van die mensen die heel hard roepen. Ik kan dan erg overprikkeld geraken en dan zijn deze bad boys een hele redding. Ik heb ook nog een trui blijkbaar, maar die was van gisteren. Dit is een trui van Blackpink van de H&M. Deze had ik gisteren gewoon mee, omdat ik die aan had voor naar de fitness te gaan. Ik woon 5 à 10 minuten van mijn fitness wandelen. Dus ik had die trui aan en ik heb die gisteren hier gewoon ingestoken. Maar deze moet er wel nog uitgaan. Daarna heb ik mijn waterfles. Deze is gewoon met zo'n rietje. Wauw, ik kon niet op het woord komen. Gewoon een standaard waterfles, niet echt iets speciaals mee. Maar water is belangrijk om mee te hebben. Daarna heb ik mijn schoenen. Deze zijn Nike's. Ik heb geen idee welke type deze zijn. Maar kijk, ze zien er zo uit. Als je ze zou willen opzoeken, het zijn deze. Ik gebruik deze enkel voor in de fitness. Ik gebruik deze ook als ik ga lopen. Maar dat is al even geleden. Dat doe ik niet zo heel vaak. En ik loop ook het liefst op een loopband. Dus ja, deze zijn enkel fitnessschoenen. Ik denk dat ze origineel ook wel echt loperschoenen zijn. Maar ze zitten heel goed. Ze zijn heel flexibel. En ja, ik ben er heel tevreden van. We hebben een t-shirtje dat ik gisteren ook in mijn tas gestoken. Voor moest het zijn dat ik ooit een t-shirt vergeet. Wat heel merkwaardig zal zijn, want meestal vertrek ik gewoon in mijn workout clothes. Maar op deze manier heb ik toch altijd een extra t-shirtje bij. En ik had dat gisteren ook gewoon meegenomen in mijn tas, omdat ik eerst dit aan had. Maar ik was nog niet zeker of ik dat echt wou aandoen, of ik me daar goed in voelde. Dus ik dacht, ik neem een extra t-shirt mee, just in case. En om de t-shirt aan te vullen, heb ik ook nog een shortje mee, die helemaal binnenstebuiten is gedraaid. Die had ik gisteren aan in de fitness. Maar ik heb gisteren ook nog een andere outfit aan gedaan in de fitness om naar huis te gaan, om naar de winkel te gaan. Dus daarom zitten mijn kleren hierin. Normaal gezien zitten mijn kleren hier niet in. Dus dit is gewoon een shortje van de H&M. Vind ik wel heel fijn, al mocht het wel iets strakker zijn aan de taille.
Maar dat shortje is ook al een 2-3-tal jaar oud, dus misschien is het ook al wat afgeleefd. Daarna heb ik deze mengelmoes. Dit is een shakebeker van Nupo NL, geloof ik. En hierin zit pre-workout. Dit is de pre-workout van Body & Fit. Dus deze, de Crazy Pre-workout in raspberry flavor. Wat ik heel raar vind, want volgens mij waren raspberries niet blauw. Maar ja, ik was heel verward toen ik dit zag. Maar ik vind de pre-workout wel fijn. De werking vind ik heel fijn. De smaak vind ik iets minder. Het is iets korrelig. Maar het gevoel is wel oké. Okay. Dus het geeft mij wel energie. Hier zit ook 250 milligram cafeïne in. Iets meer dan mijn andere pre-workout. Dus deze voel ik wel iets heftiger. En deze neem ik eigenlijk gewoon wanneer ik in de kleedkamer ben. Als ik mijn schoenen aan het aandoen ben. Als ik mij nog even aan het omkleden ben. Dan neem ik die en dan kan dat zo wat inwerken tijdens mijn opwarming. En wanneer ik echt moet beginnen aan het trainen, dus aan het krachttrainen, dan werkt die in. Om verder te gaan op de drankjes heb ik ook mijn intra-workout. Het is vandaag de eerste keer dat ik die ga proberen, dus ik kan nog niet zeggen hoe die werkt voor mij. Ik heb de intra-workout deze week besteld op MyProtein. Ik zal ze biedt de zak tonen. Er zit ook in een shakebeker van MyProtein trouwens. Ik wil ook nog graag even zeggen dat ik ook nog een kortingscode heb voor MyProtein. Die gaat hier ergens in het scherm verschijnen en die gaat ook in de beschrijving staan. Ik geloof dat ik ook een kortingscode kan krijgen van Body & Fit, maar dat ga ik nog even moeten bekijken. En jullie kunnen 36% korting krijgen als jullie bestellen met mijn code. Dus dat is wel heel fijn. Ik gebruik ook continu die codes van andere mensen en dat spaart superveel geld uit, geloof mij. Maar intra-workout. Intra-workout is aangevuld met BCAA's, die ik eigenlijk altijd gebruik. Maar dat zal ook aangevuld zijn met al van vitamine en mineralen. Ik heb er heel veel positieve dingen over gehoord, dus ik dacht, ik bestel mijn pakje en ik ga het eens proberen om te zien wat het doet met mij. Ik zal even de zak tonen. Dit is de intra-workout. Het is in de smaak cranberry en raspberry. Het ruikt alleszins heel lekker. Ik heb het nog niet geproefd. Dat ga ik straks doen. Het is de bedoeling dat je 25 gram van dat poeier hierin doet. En dan schudt. Waar je wel op moet letten, er zitten wel wat calorieën in. Dus er zitten 69 calorieën in. Dat is anders dan BCA's. Er zitten minder calorieën in. Maar alsnog wil ik het heel graag proberen. Ik ben heel benieuwd naar of het mij iets gaat bijbrengen in mijn training. Ik vermoed nu niet dat ik heel veel ineens meer kracht of meer energie ga hebben. Want dat heb ik al van de pre-workout, energie. En, maar ja, ik weet niet. Misschien dat het wel iets doet voor mij tijdens mijn training. Ik ben heel benieuwd. In deze beker heb ik ook mijn collageenpoeder gedaan. Dus dat ziet er zo uit. Gewoon wit poeder. En collageenpoeder is heel goed voor uw huid, uw haar, uw nagels. Ik merk dat mijn nagels daar heel sterk van zijn geworden en dat mijn huid ook veel rustiger is geworden. Dus dat neem ik eigenlijk elke dag. En aangezien ik elke dag naar de gym, bijna elke dag naar de gym ga, meng ik dat eigenlijk altijd gewoon met mijn BCAA's of nu met mijn intra-workout, omdat het ook geen smaak heeft. En deze is van Hebe Foods, geloof ik. Van Hebe. Pure collagen, zonder smaak. Voor ik mijn intra-workout gebruikte, gebruikte ik dus deze BCAA's van MyProtein in Berry Burst. Die vind ik voorlopig het lekkerste. Ik heb ook nog een oranje gehad. Ik weet niet meer welke smaak dat was. Die was iets minder. Maar deze zet superveel smaak in. Echt zo wat een zomers drankje. Heel fruity. En ja, ik neem gewoon vooral BCAA's in voor ondersteuning in mijn spieren. Maar veel mensen zeggen dat het helemaal verzonnen is dat het allemaal niet goed is. Maar op zich, ik voel dat het oké is voor mij. En ik vind het ook gewoon fijn om iets te kunnen drinken dat geen water is. Dat geen puur water is. Ik drink graag dingen met een smaakje. En als ze mij een voordeel kunnen opleveren, dan is het goed. Dus gebruik zeker mijn codes als je iets wilt bestellen. Ik kan het alleen maar aanraden. Ik heb een handdoek. Een handdoek is gewoon handig. Ja, handig voor op toestellen te leggen, voor onder u te leggen, voor uw zweet mee af te kuisen. Ik vind dat gewoon veel properder. En ook een handdoek is verplicht bij ons in de fitness. Dus ik heb ook een busdeo. Ja, spreekt voor zich. Dit is de Faux Pink Passion. Dit is mijn favoriete deo. Ik gebruik het echt al jaren. Dan heb ik een paraplu. In case dat het zou regenen als ik zou terugkomen. Want meestal ga ik te voet naar de fitness. Dus dan heb ik gewoon een paraplu bij. Het is een vrij crappy paraplu. Maar goed voor zo die 10 minuten in de fitness. Ik heb twee lifting straps. Die plakken aan elkaar. Dus ik heb twee lifting straps. Dat kun je dan rond je pols doen. En dan kun je je gewicht heffen. Als ik duidelijk ben, ik weet niet of het duidelijk is. Je moet het alleszins maar een keer opzoeken wat het is. Deze zijn van Booty Tools. Vind ik echt geweldig. Ik heb die sinds 2 weken. En oh,
I love it. I love it. I love it. Ik ben echt een grote fan. Hiervoor had ik dus lifting straps van deze. Body and Fit. Die vond ik iets minder fijn, omdat die ja, ook iets minder oppervlakte hebben aan mijn hand. En deze van Booty Tools pakken echt, ja, zoals je ziet, heel je hand in. En dat is voor mij het fijnste. En ook het gemakkelijkste in gebruik, om eerlijk te zijn. En daarmee doe ik mijn stiff leg deadlifts. Vandaag ook mijn row voor mijn rug. Dus ik gebruik dat wel voor vrij veel dingen, omdat het anders pijn doet aan mijn handjes. Ik ben een sissy. Ik heb nog een verloren mondmasker in de vuilbak moet. Ik heb nog een spaarkaart van de Halloween actie van vorig jaar. Die moet ook weg. En dan heb ik nog twee ankle straps, ook van Booty Tools. Dus dat kun je aan je enkel doen. En dan kunt je hier de kabel hangen voor je beenoefeningen. Ik vind dat fijner om mijn eigen straps te gebruiken. Ik vind die van de fitness een beetje nasty, omdat iedereen daaraan komt. En ja, ik weet niet, nu alles weet, ik werk liever gewoon mijn eigen dingen. Dan ga ik eens kijken in de zijvakjes. Oh. Ik heb twee speltjes en een rekker. En dan heb ik nog een leeg shot pre-workout. Deze was van Body & Fit. En dat is gewoon een shot met 175 gram cafeïne en 250 gram Performulen Boost. Geen idee wat het is. Het was wel goed, dus ik hou het verpakkingsje bij, omdat ik het graag opnieuw wil bestellen. Dus daarom. Dan hebben we hier nog een rits. Normaal gezien steek ik mijn huissleutel daarin. En mijn sleutel van de fitness zit hier ook in. Ik stop die gewoon standaard in mijn gymbag, want dan kan ik die nooit vergeten. Hier is ook nog een pouch. En hier zit een plastic zak in. Want stel dat het regent, als ik naar de fitness ga, dan kan ik mijn paraplu ergens instoppen. Ik stop mijn paraplu eigenlijk gewoon altijd in een plastic zak als het heeft geregend. Dan kan die opdrogen en dan worden mijn spullen nooit nat. Dus ik heb hier gewoon altijd een plastic zak bij. Dit was de inhoud van mijn gymbag. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Dat jullie het nog wel leuk vonden om te zien wat erin zat. En laat mij zeker weten als jullie nog meer van deze soort video's willen. Ik heb nog een aantal andere bags als jullie die willen zien. Als jullie dat zo interesseren. Ik ga in de toekomst ook meer gezondheidsgerelateerde zaken maken. En ik wil ook meer vlogs gaan maken eigenlijk. Dus laat mij zeker weten als een van deze dingen jullie interesseert. Of als jullie een vraag hebben over gezondheid, over fitness, let me know in de comments en down below. En ja, ik zie jullie heel graag in een volgende video. Vergeet zeker niet te abonneren of een like te geven. Dat zal mij heel veel deugd doen. En jullie mogen altijd mijn code gebruiken, want ook daar steunen jullie mij mee. En ja, ik kan enkel zeggen, wauw. Ik kan u nog enkel zeggen, bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vonden jullie het fijn en ik ga nu naar de fitness. Bye!